What? There's massive energy readings surging from below the arcology. All communication channels are affected. Yeah, yeah. The Lucent Hive are forcing the VA through from the ascendant plane. Was it not? What was that? What was that for? This encounter, gewoon. Let's do it. Fluffy? He's so fluffy. Heb je nog kunnen pakken? Nee. I don't in principe, dit stukje is best simpel. Je moet een ogre killen, hij dropt een groene buff, die moet vervolgen, alle apps killen, krijg je een buff en die moet je hier. Volgende groene buff. Oh. Bijna. Zo ver? Net hier. En let vooral op de symbolen. Oeh, dit. En niet doodgaan. Alles. Heel sad. Ja, daar is het wel zo. Kijk de damage. Hardcore damage. Ik heb de symbool niet gezien trouwens. Ik ook. Ja, het is X met een rondje. Oh ja, X met half punch. X met bam! Nee, ik heb niet. Oh ja, je hebt ook space. Even. Je hebt een spel. Hey, Mika, niet die guys. Those mogen man. Oh. Those mogen gewoon niet die. Oh shit. Hij redt gewoon nog aan de weg. Ja, ik heb even mijn wave splitter erbij gevonden. En de Lightbearer Hives zijn er weer. They're back, bro. Nou ja. Hij is super in? Doe nou. Haal hier niet terug. Gaat hier de coast. Dat is een fucking warlock, bro. Hartstikke daar. Dus nu heb jij de buff. Ja. Yeah. En die moet je in het midden inleveren. En je hebt precies een minuut en 20 seconden. Waar is het midden? Waar we net waren. Bij die groene shit. In het midden? En dan? Nog niet revealen, hij moet daar wel zijn. Waar? Nee, nou, man. Waar? Helemaal bij het begin, nee, helemaal bij de... Je bent niet bij het begin. Nee, je moet bij die... Bij die statues, waar we net waren. Die hebben geen ice cream. Daar cool. Moeten we al een keer terugkomen, om te banken. Oké. En hoe bank ik hier in het midden van? Dus ik reveal je, ik krijg de deep side. En dan moet je de juiste logo drukken die we aan het volgen waren. Ja, die heb ik gezien. Dat is deze. Juist. En dan bank je. Jee. En dan was één minuut. En hoeveel? Van de 4. Van de 4. Okay. Moeten we nog 3 keer doen. Ik denk dat hij daar in de volgende op. Ja. Dat is een mod. Hey. Ik zie het. Wel? Nee. Ik zie dat niet. Naar links? Het zou kunnen. Nee, het is naar links. Ah, het is wel recht hoor. Achter ons. Wel? Nee. Het is hier bij mij. Het is ice cream cone. Oeh, ice cream. Nee. Daar gaat de tweede floor los. Ja. Pizza floor, pizza. Nee, het is ijs. Ijs? Ja, het is een cone met een ijsje erop. Ja. Hoe is de pizza? Heb jij ooit een streep door midden van je pizza? Ja. Hij eet de korst niet. Hij eet de korst niet. Hij eet de korst niet. Ja. Ik snap mensen die de korst niet eten echt niet. Dat is een van de lekkerste onderdelen. Ja. Snap je? Vooral cheesy crust. Echt, ik vertrouw je niet als je ook de korsten van je brood snijdt of zo. Suspicious to me, man. Dat is van, waarom ook zoveel moeite doen om dat te doen? Het is het lekkerste. Anders heb je gewoon, anders ben je een spons aan het eten. Snap je. Ja.
Ontploft. Nou ja, hij is ook sommige Brad die gemixt is met bepaalde dingen. Oh, moeten we weer naar boven? Zijn spons. Ja, naar boven. Goeie muziek wel weer, man. Ja, mijn muziek staat altijd laag. Dat is geen idee. Muziek staat laag? Ja. What the fuck is wrong with you? Het is niet. De laatste tijd de muziek van best niet weten. Jij bent de laatste tijd niet. Wat zei je? Nee. Maar is Koos sneller dan hij super in gaat? Ja, wanneer wij gisteren bezig waren, ging hij heel snel de super in. Nu gaat hij niet zo snel de super in. Ja, dat is Koos volgens het weekend. Pizza punt moet ik dus zoeken, hè? Ja, we moeten wel eerst de wizard killen om dan de deep side te kill the wizard, kill the wizard! Kill the fucking wizard! Ik ben bij de kant! Ja, deep side, ja, deep side. Ben je bijna dood? Ja. Er lopen echt drie ads. Oké, hier, ik ben bij de pizza. Het is wel jammer dat het niet zit. Van ijs hoor. Van ijs. Hier wordt de tweede straks. Max Verstappen. Of bedoel je Eredivisie? Die had hij niet verwacht. Die had hij 100% niet verwacht. Die had hij zeker niet verwacht. Het was ook een beetje een verkeerde been gezet. Dan zie je waar mijn hoofd zit, hè, bij Formule 1, terwijl dat eigenlijk bij Ajax niet zou zijn. Ja, maar bij ons ligt het niet in onze eigen hand. Dus ja. We moeten gewoon winnen en dan hopen. Die boost. Ajax gaat kampioen worden, man. Of kampioen worden, tweede worden. Koos, dat wat, nice wat zijn doe jij dit voor de... Wat doe jij dit voor een embleem? Ik zou... Hij is al weg. Ik zou een... hier, een daar een garnaal noemen of zo, weet ik veel. Een garnaal? Ja. Dat is overduidelijk. Wat? Dat is overduidelijk een garnaal. En dit is de fusie tussen de krab logo en de barcode logo. Snap je? Dit is krap, nee, dit is barcode krap. Nee, dit is barcode krap. Dat is niet zo raar, man. Ja, je hebt een barcode logo, de bovenkant, is een barcode. Ja. En de onderkant en de onderkant is een krap. Ja. Een barcode is verticale, maar oké. Okay. Ja, maar niet in deze. Nee, op je melkkartonnetje, dan is die niet, is niet verticaal. In Bungie is alles mogelijk. Het is heel subjectief op de verticaal wordt gebouwd. Ja, ik zag het wel heen lopen. Is het in de oerwoud? Nee, dit is inderdaad. Boah. Ja, dat is speedboost leuk. Ja. Dat is dood. Bijna. Lekker reveal. Oké. Garnaal, garnaal, garnaal. Nee, barcode. Ja, garnaal gevonden. Barcode kraf. Oef. Ik zie nog steeds niet meer daar een garnaal. Squad of armor? Nee, ik zou het altijd nog een keertje willen spelen, maar... Weet je, de backlog is zo groot. Jij hebt wel? Ik weet niet, want ik zie geen trail meer. Hier is trail. Ja, heb je? Nee, ik heb niet. Oh, het is daar. Niet. Links, dat is hier links. Trail is echt heel sketchy. Ja, ja zeg, ik vind hem helemaal niet duidelijk. Ja. Nee, dat is de enige deze slechte is heel sketchy. Ja. IJsje weer, Koos.
IJsje? Die ken ik niet. Ja, ja. Wat is dat? Maar boven. Weet toch de nep pizza van jou? Ja. Pizza? Ja, ja, dat is IJsje. Maar pizzapunt heb je al gedunkt, dus nu is het IJsje. Nee. Snap je. Heel rechtdoor. Mooi, man. Je weet het. Haal ik dat niet? Ja. Oké, ik heb het gehaald. Nee, kan niet. Ik loop net bij je. Ik heb gehaald, ik weet niet. Yep. Oh god, oh. Ik had het al verdurfd. Daar gaat flawless doen. Daar gaat de laatste flawless. Falling, fucking vlinder zijn we. Ja, dat is ook de fucking vlinder op mijn spel. Ik ben wel te spreken over de Rufus hoor. Ja, hij is nice. Als je hem, vooral als je echt een strand build ermee hebt, dan is hij helemaal dicht. Dan met de tangle benefit. En unraveling rounds. Sowieso, heb je die Titan Bane al, die Strand Bane? Nee. Ja, het is binnen. Nou, die maakt de Titan echt best insane. Gewoon infinite suspend en shit. We zouden ook een keertje kunnen laten rusten, QRB. Hij is toch weg. Hij is nu toch bij een andere club. Hij gaat de rest van zijn leven gaat erover hebben. En hij is één man in de hele organisatie. Ik bedoel, hij heeft zijn boete doen niet gedaan, toch? Hij is huh? Ben je user? Ja. Ben ik dood. Waar is die ijsje dan? Ik zit naast de ijsje. Hey, ja. Loot! Lego! Please, cloak of armor? Bro, als jij weer iets anders... Hey, ik heb benen gehad. Ik heb no survivors. Ja, zei toch het mogelijk? Is die vet? Is het machine gun? Nee, hij is wel heel lelijk. Ik heb hem nog niet gehad, dus geen idee. Er waren hele dure dickpics inderdaad, ja. Nou, ik denk niet dat ze zo duur waren. Hij heeft waarschijnlijk weer een mega salaris gekregen bij Antwerpen. Ja, maar vergeet ook niet de public backlash die je over je heen krijgt. Hè? Ik bedoel, je ziet het nog steeds vandaag de dag. Yeah. Mensen slingeren naar zijn hoofd en shit. Hashtag me dat too, is waar, maar. Ja, en hij heeft verder fucking hartaanval gehad door de stress en shit. Ja. Nou, als je ook kijkt van hoeveel er is ook genoeg die het oké vindt dat hij terug mag komen. Zeg maar. Maar moet jij eens doen, wat gebeurt er dan? Ja, hetzelfde. Dan word ik ontslagen. Of ik krijg promotie, weet ik niet. En terecht. Nee. Kijk, Ghost. Ja. One shot naar beneden. One shot? Yep. Oh, hij fixt het gewoon. Titan is gewoon zo zwaar. Nice. Ja. Gewoon als een baksteen. Oké, welke van de drie timing, is Ghost? We gaan de diepe in. Oops. Nou, als je wil kan je niet. We hadden eigenlijk die eerste collectible ook kunnen laten zien. Oh, wat dan? Nou, die zijn al daar te ver voor. Maar als je daar naartoe gaat, heb ik een collectible. Oké. Nee. Ik zie de bak weer naar beneden vallen. What the fuck? Ik heb high lift aanstaan, hoe dan? De lift gaat niet hoog genoeg. Nee, ik wil het zeggen. Ik dacht eerst van, nou, ik zal high lift wel niet aan hebben. Maar oké. Okay. Nee, dan kom ik er nog. Daar. Nee, daar. Als je daar gaat, dan... Oeps. Zero. Oh, nu gaan we naar de deep. Weakness. Fragility. Want we zitten trouwens in de season of the. Then you drowned me in the deep. Murdered my flaws. You are our navigator, our guide. Ik krijg niet het gaatje. Let me down the blade path. Ik weet niet, man. Hoor, je hebt er vaker last mee. Ik vind AZ een beetje sketchy. Weet je, als ja. Navigator. Ik weet niet. Ik hoor al heel veel conspiracy verhalen over wat ze gaan doen.
Our king. Die defense van dit geval. Ja. Ze zeiden van dat ze het zouden laten staken en shit. Ja, precies. Ja. Om eigenlijk zijn oren aan te naaien. Eerlijk, als je dit al hoort als KNVB, dan zou ik gewoon zeggen van oké. Okay, dan krijgen jullie gewoon puntenvermindering. Ja, maar je kan er niks tegen doen, dat is een beetje het probleem. Ja, ja, precies, dat wel. Je kan je straft alleen de club in principe. Ja, je kan het niet bewijzen. No. Ik heb geen tijd, hè. Kom hier naar boven. Dat is weer collectible. Oh. Thanks. I remember the languid contempt of our father. Ja, ik schudde ze sowieso niet. The cold eyes of our mother. Weet je, als het niet wordt? Ajax verliest en AZ wint, dan wordt het Ajax 4, dus kunnen hun nog derde worden. Ja, dat scheelt in ieder geval. Iedereen speelt nog ergens voor, maar... Ja. Het ding is meer van... Er zit motivatie in voor AZ. Maar los daarvan, als Ajax geen tweede wordt, dat ligt volledig aan Ajax hoor, dit seizoen. Yep. Dat hebben ze zelf achter. Het ligt niet aan deze laatste wedstrijd, laat ik het zo zeggen. Let's go to the deep. Ja, deze probeer op dat platform te landen. Oké, laat maar dan. Nee! Dat is niet de platform die ik wilde, die echt veel hoger, maar je was al gesprongen. Oh. Dat is oké. Die collectible pak je ooit alweer. Ja, vast wel. Wauw. Zal het niet de laatste keer zijn. Hierop gaan. Ja. Oh, we gaan wel echt heel diep, man. Yep. Dus ze hebben de Season of the Deep niet onderschat. Ze dachten van fuck it, we gaan all the way. Ze gaan balls diep. Waarom? Je weet toch, dit is op Titan. En ja, buiten eigenlijk helemaal omlaag en dan heb je dan één platform dat je nog laag kan en dan ben je er. Good. Wat een nep kutzooi is dit zeg. Hier, Koos. Dit is zeg maar ook tijdens de seasonal activity van Deep Dive moest je dat ook continu doen. Je moet hier aan de zijkant? Ik moet helemaal niks. Ja? Oké, okay. Thanks. Hier? Oh. Nou, dat is niet wat je hoort is death. Snap je? Pak deze beelden voor mezelf. Hop. Ik wil dit gewoon nakijken. Oké, die Koos gaan. Koos, gaat hij die bubbel halen? Waarschijnlijk. Ja, ik denk het wel. Tuurlijk ga ik die bubbel halen. Wat dachten jullie dan? Hoezo zit jouw beeld vast? Ik ga het niet eens uitkeren. Yo, what's up, Sale? Nee, die zijn er. Top. Nou, gaan we weer nog dieper. Had niet nog dieper. Zeggen, spoiler alert. Ja. Dit spoiler was het alert. Eerste. We gaan wat dieper. Wel lijp hoor. Nou, en mocht je vervelen. Ja, ik pak wel links voor de zekerheid. Kan je hem nu? En diep, nog dieper gaan. We gaan diep. Heel diep. laat mij die pakken, want echt. Nee, ik skip deze twee, ik kan Mika pakken. Nee, je flikker! Oh! ik pak deze nog. Oké, laat mij die daarachter pakken. Ja. Maar nee, dat is buiten glas! dat is niet geen de achter. Hier jongens, pak deze. Hier zo rechts heb je. Oké. 2. Ja. Nice. Waar moeten we ook weer uit? Ja, hier. Ja, hier naar achter. Wacht Koos, kom met mij hier naar links, krijg je nog collector. Dus deze die ik nee, ik ga alvast. Maar ga ik dan niet dat? Nee, je hebt je collector. Wacht wel. 3, 2, 1. Een onderwater Titan ziet er nog dommer uit als een onderwater. Nee. Jij kan er niet dommer uit zien, dat scheelt. Ja, dat is zondag van Black Galaxy. Dat is Spider-Man. Ja, die Spider-Man is echt amazing, man. Echt geweldig. I step down into that world
thrust my sword into the heart of Torobottle and carved lies from truth. Allee, yep. En je had het niet verwacht. Maar we gaan dieper. Interesting gameplay loop. Ja. Nou, ik vond, oh, wil je bij de bodem van de oceaan zijn? Nou, daar zijn we nu. En als je hier naar achter loopt, was het toch? Ja, ja, hier moet je even naar achter lopen. Dan heb je ook collectible. Wat heb je ook? Een collectible. Oh, oké. Okay. Yes, ik zie hem. Thanks. Heresy. En dan nu sprinten naar deze luchtbubbel aan de linkerkant. Our sister denies your truth. Als ze daar die anders ook weer over. Oh, die anders ook weer. Oh, maakt niet uit. Waar hier? She bleeds and howls, allowing herself to be profaned by it. She spits on your memory. Dit waar? Sister, you always. Als je gewoon in de buurt bent, dan zie je die. Dan vang je hem ook. Ja, dat had ik net ook al een paar. Als je maar redelijk in de buurt bent. Dan heb je geen geheim. Ja, ik ook. Ja, maar dat is dezelfde kutwapen, ja, natuurlijk. Ja, ja, het, je hebt, ja, nog was, maar één. Wat is een chill restaurant? Jezus. Wat een moeilijke vraag gelijk. Waar hou je van? Alles. Alles is een chill restaurant. Spang je maar van haar. Ja, restaurant, maar ja, die doen geen lunch volgens mij. Dus ja. Loetje anders gewoon gaan. Of wil je echt classic Arnhem? Dan moet je naar Ratelband Haphoek. Het is geen snackbar. Oh, snackbar is ook eten. Snackbar is ook leven. Food is food. Alles mag echt door en dan. Ja, want je kan daarna niet meer rechtdoor. Nou, je kan rechtdoor, maar dan val je in de diepe in en dan ga je dood. Ja, ik, om een of andere reden dacht ik dat ik die double jump kon doen, maar. Nee, je kan een soort van floaty jump doen, maar dat is ook niet heel smooth ofzo. Bam, jongen. Het gekraak van je armen, dat is ook wel vet hoor. Ja. Subs race. Je hebt zo'n. Het is wel grappig dat gewoon. We hebben echt zo'n hele sketchy. Ja, zeg maar, als je de seasonal quest speelt, krijg je dus een hele sketchy. Noem je dat? Een aqua dive shit. Scuba dive gear, dat is ook zo. Je krijgt een hele sketchy scuba dive gear en dan gaat de drifter geeft je een betere scuba dive gear. De omgevingen zien er wel weer top uit. Klopt. Ja. Yeah. Dat is wel sick. De omgeving is heel sick. Nou, we zijn nu gewoon op de ocean floor van Titan. Dat is ook wel. Maar ik hoorde net van Sailor dat het geen water is, maar methaan. Maar waarom ontploft die shit niet als we zitten? Omdat we op Titan zitten, maar ja, onze wapens zijn niet meer. Die kunnen geen fikkie steken. Gebaseerd op, ja, precies. Dus ook Kinetic is toch gewoon Kinetic? Tenzij, ja, maar ik gebruik geen Kinetic. Ik gebruik steeds Art. Ik gebruik geen Kinetic. Kijk. Misschien als je je sunshot gebruikt. Ah, ik heb wel een sicker sunshot beeld hoor. Ja, tijdens water is officieel methaan ofzo toch? Maar ja, ik weet niet of dat Destiny door eigenlijk ook is. Wauw, weer. Volgens mij nu pas gaan we krijgen die 50-50 is. Ja, ja. Aan de game. Of iets gegund wordt. Ja, yeah. Oh, spray de shit hier. Het spray moet play. Oh ja. Yeah. Is iedereen in het water? Ja. Yeah. Wacht even. Ah, nee, deze jump is veilig, dat was het. Ja, dit is die jump. Deze is van, of je haalt hem of je haalt hem niet. Zoals nu, ik haal hem niet. Nee! Nee, we gaan met z'n allen! We gaan met z'n allen! Ja, ze allemaal gemist? Ja!
Nou, dat is echt zo'n kutje. Dat is echt zo van, je jumpt, maar soms ga je echt tering ver en soms ga je gewoon nergens naartoe. Nou, registreerde de jump hier niet. Deze dat sprong is oké. Dit is deze sprong, game, je moet echt dat springen. Hier, en dan moet je hier die sprong maken. En kijk, kijk hoe ver ik nu ineens ga. En dat deed ik net ook en toen pleurde ik in het gat. Ja, ik zag Koos ook springen nu. Nu heeft hij wel die sprong. Fucking lul! Ah! Je bent hierboven gelijk. Ja, dat wist ik niet. Kan je gewoon paniek geven. Ja, dat is goed gelukt. Oh shit, jongen. De panic. Wanneer het glas wordt breken, gewoon van je helm. Hé, hey, ik moet wel zo Ajax nog kijken. Godsamme. En ik wil de Peter Bos aankondigen. Als jij een, we hebben een uur, we hebben al een uur. Weet je wat ik echt funny vind aan Ajax? We hebben altijd toch over Amsterdamse branie, bravoure, bla bla bla. Weet je waarom ze niet in het uitshirt spelen? Dat als het slecht afloopt vandaag, dat ze geen slecht begin willen hebben met dit shirt. Jezus, wat bullshit is dat? Ik heb nog nooit zo'n fucking loser mentaliteit gezien, joh. Wat bullshit is dat? Die slaat echt nergens. Maar dat is een letterlijk loser mentaliteit. Omdat ze de laatste tijd spelen ze al niet meer met het nieuwe shirt in het laatste wedstrijd van het seizoen. Dus ik dacht van, ze doen dat daar maar om gewoon. Ik vind dat wel een bullshit reden. Ja, nou, het is letterlijk het tegenovergestelde van Brani en bravoure. Jezus Christus. Ja. Maar we weten niet zeker. Je hebt toch vertrouwen in je. We willen het niet jinxen, Ja, doe het gewoon aan. Je wordt sowieso derde en als je geluk hebt, word je tweede. En met een beetje pech word je vierde. Ja, maar dan ligt het aan jezelf als vierde wordt. Het ligt sowieso aan jezelf. Ja. Nou ja, als je wint, dan garandeert de derde. Dat is alles natuurlijk. Are you kidding me? Ik heb eigenlijk nergens voor te spelen. Dat heb je niet gehad. Ja, ik spring erop, maar om een of andere reden val ik dan toch naar beneden. Zo, je bent echt tering ver naar beneden gevallen. Ik weet dat we naar de diep gaan, maar je hoeft niet zo diep te gaan. Ja, maar dit is het langste gedeelte. Lopen naar de tweede encounter. Ah, je back polish. Nou, wat zeg polish? Hij heeft weer Doom based. Oh, wow. Maar nee, dit was is niet van Joshua Kane. Van mij. Joshua Kane springings. Ja, dat was echt goud. Hé, hey, wat de fuck zie je? Dat was prachtig. Oh, hier boven. Ja, naar boven. Wauw, dat is een harder gil dan ik had verwacht. Ja, ik wou net zeggen, dit ging best wel hard. Ja. Oh! Ja, ik heb de laatste TED lesson heb ik zeker gezien, ja. Als je daarin gaat, heb je een collector. Ja, als ik hierin ga, dan ben ik gevallen. Oh, ik moet er eigenlijk in, zeker, of niet? Nee, je moet erin, ja. Oh, dat wordt lastig. Nee. Dat was heel lastig. There is an end in sight. Make now. Clearer than I have ever seen it. The horizon narrows down to a single edge, sharper than hope. I see the final shape coming into focus in this cutting motion. Oh, ze zijn de final shape. And deep sings its promises. Oh ja, je krijgt die spoiler. I crack my whip unto the rhythm. I guide your knife in between ribs. Even now, alone, you are my navigator. Oh. Daar zijn we. In het water. Heel eerlijk, voor alles wat er in het Destiny-universum is, had ik echt wel verwacht dat ze een betere fucking dive gear zouden hebben. Ja, veel beter. Kijk, Koos, als jij naar links loopt, lopen wij naar rechts. Waarom moet ik naar... Fuck no. wacht, die pakken! Ik heb hem niet gepakt, ik stond ervoor. Iemand duwde hem erop. Ja, nu de, ja. Je hebt je bubbel. Ja, als je links kijkt heb je een high five. Die moet je knuffelen. No, of een high five geven. Mogen jullie voor me doen. En dan zijn we bij de tweede encounter. Nog niet de high schieten, by the way. Okay. Anders rip. Yes, ready? Let's start him. Nou ja, deze guy suppress je soms ook, dus...
Het doel is hier wel om zo snel mogelijk die drie knights en die ogre te killen, want die guy die slaat hard. Jesus Christ. Ja, nou. Ja, als je suppressed bent, dan krijg je geen moor. Ogre is er al? Ja, ogre is dood, ja. Dus de guy is beneden, dus ga ik ook naar beneden. En nou is het een beetje rondlopen, koos, killen. En dan op het moment dat Dres een van die dingen heeft geraakt, dan komen er vanzelf de heksen naar boven. Ik zie een punt, ik zie al een rondje. Jesus! Is het wel of ja, ik heb de eerste van neer. Oh ja, man. Ik denk de achterste gelijk. Is hij aan de rechterkant dan of zo? Ja, het verschilt. Ja. Soms spont hij voorin, achterin, links, rechts. Het is, maar hij was nu dan rechts, want dat was nu toevallig was hij rechts, een spontje. Toevallig wel. En je kan niet zeggen van, oh, we clear the wave, want ze blijven ook echt spawnen. Tweede wizard en derde komt gelijk. Ah, die spant toevallig in de midden. Derde is er ook. Oké. Okay. Down. Dood? Ik ben ook down door de wizard trouwens. Ah, dan is die wizard weg. Maar is die wizard dood of? Nee. Er zit nog een wizard links. Ja, het is 12 seconden by the way. Ja, ik werd gesmacked voordat ik de bubbel kon pakken. Wizard zit links jongens. Ja, komt goed. Kares goes eerst. Hoe lang is die dit eigenlijk als je... Een minuut. Oh. Mijn koos is al terug. Ja, ik ben terug. Okay. Dus ik ben al bezig met de heks. Ja. Even kort. Heks, ga neer. Nou, Sebastian kan banken. Koos, je kan alvast naar DPS gaan. Naar DPS gaan. Ik mag even mijn banken. Ja, ik ben... Ik kan banken. Zeg maar wanneer ik shield moet poppen? Ja. Zodra de hive elkaar hier is, poppen maar. Zo zijn. Ja, hij het. Kan ik op hem knallen al? Nee, nog niet. En nu mag ik. Ja, top. Oh, jawel. Zo. Hey, daar was het doel wel. Ik heb een Gellhorn. Oh, ik heb mijn trekking ook niet aan. Hoe lang is deze damage phase? Best lang. Best wel lang. Je hebt waarschijnlijk eerder je heavy opgemaakt dan dat damage aan. Hij kijkt voor zijn schild. Hij heeft het opgeblazen. Hij is dicht. Ik heb nog één raket. Ik heb niks meer. En nou is het weer hetzelfde ritueel weer. Nee, ik ben dood. Ik kon gewoon niet mijn combination blow fixen. Voordat ik something gebeurd werd door Oh, hij is bij jou. Ik wacht wel. Ja, dat is eigenlijk die guy fucking suppressed mij, waardoor ik geen combination blow meer had. Oh, ik ben back bij. Dus daar moet je echt mee oppassen. Als hij nat je combination blow vindt, dan is het gewoon dit. Heavy zit weer vol. Ik heb echt voor de rest niks gebruikt qua ammo nog. Ik ook niet. Ik heb alleen maar heavy. Ah, ik zit ook vol met heavy. Ik heb pas twee. Bam! Ik heb ook meer nodig. Ja, jij blijft hier toch boven, dus je kan gewoon adskillen. Dan moet dat ook doen. Oh,
nacht. Oh my god, man. Ik ga zo snel dood. Heb ik een fucking... Nee, 100 gewoon. Arc resist? Nee, die niet. Arc resist wel nice. Is dat Void, hè? Ja, te lijst op. Is dat Void? Nee, is een Void. Je hebt ook Void. Ik heb trouwens het leven zitten. Oké. En is het al spelen van spelen. Ga je naar de achterstand? Smack that. Oh! Ja, dat... Oef! That's okay. Ik... 10 seconden. Ja, 10 seconden dus. 18. Mooi hoor, Ressa, gaat je klappen! Nou, we zijn terug, we zijn terug. Ja, ik had het... Hij had me niet hard genoeg gesmekt om me helemaal uit te pushen. Nee, toch. Dus, Fucking hell, joh! Laat me eens met rust! Ik weet niet dat het zo werkt. Oké, laatste dus even terug. Ja, ik heb, ja, de eerste heb ik nog 6 getraind, dus er lopen nog 2 wizards rond. Ja, die zit recht boven mij en ik ben dood. Oké. Ik was... Oh, ik ben... Snap je. Ik heb die granaat precies bij Koos in het midden. Ja. Oh, wat? Ik ben toch niet underpowered? Ik ben level 1800. Nee, je bent gewoon... Ja, maar het is... Resist is truc. Belangrijk. Maar, ik wil zeggen, het is... Ja, maar resistance resilience heb ik 100, man. Ik heb nog maar ook arc resist en ja, okay, dat heb ik helpt ook echt. Yeah. We moeten alleen op die linker. Ja, ik ga proberen te overleven. Nee, maar okay. Ik call het. Nee, wij callen het gewoon voor onszelf komt uit van. Nee, ik wil dat je het niet doet, oké? Okay? Mika. Ja, ik ben rennen. Ik ben rennen. Je moet pak het. Oh yeah! Nee. Speed boost iets. Kijk, Koos, je kan naar DPS staan. Ik ben dood. Nee, ik ben dood. Ik pak hem op. Wacht, jezus, wat een pressie. Ik heb nog granaten. Zeg. Kan ik, dunken? 2 seconden. 2 seconden, 2 seconden. Ja, ik kan dunken. Oké, komt-ie. Ah, kut. Fucking een cap van de. Niet aan. Schild is eraf, dus je kan tellen. Nu heb ik geen fucking ammo meer. Ah, dat is eraf. Wolfpack op de mij. Ah, die zit op. Ik zie een wolfpack. Ja. Oh, Koosje let voor. Volgens mij zag ik net de wolfpack voorbij schieten. Ah, het zou kunnen. Dan... Maar ik schiet nu alles mis. Ja, dat was geen trek. Ik doe area damage bij je. Wauw. Ik krijg gewoon die volle suppressor in mijn back. Oh, nog één? Wauw. Ja, jongens. Oh, die dubbele suppressor wel iets. Wil je even koos? Ja. Ik heb een blister skin. Thanks. Ik denk dat ik bij de eindbaas toch Gellhorn ga runnen, Rens. Ja, het is oké. Okay. Ja, geen tracking. Vooral op het einde geen tracking is, gaat echt rechts. Nee, daarom. Maar ik raak haar nu al niet eens zo vaak. Ja. Mijn blisters zijn dood, dus alleen over. En de guy staat daar, dat is heel nice. Even kijken, ik sta veilig. Ik moet gelijk om te spelen. Ah ja, ook weer stil. Stop home alone! Want er ligt zoveel ammo, ik heb een gallon alweer vol. Ja, ik zit ook alweer vol. Hoe dan? Bij mij dropt er echt niks. Wij runnen dubbel special. Jezus. Ik hoor haat, ik hoor lichtjes haat wel. Nee, dat was niet lichtjes hoor.
Nou, wil je erover praten of? Nee. Yo, what's up, beste? Punt 1.5. Ik heb letterlijk nog 0 rockets. Ah, hier is de eerste. 1 is genoeg, want dan geef je ons wel plek aan. Ja, maar ik heb ook nu Gellorant aanstaan. Hè? Oh, je hebt geswitcht. Ik heb geswitcht. Nou, dan maar. Eerste wizard. Ja, oh, die is gewoon naast me. Hey, ik moet zeggen, die Trace Rifle uit Raid is ook heel nice, hoor. Ja, ja, de... Maar hij is heel nice. Ja, ik wil het zeggen. Als je Incandescent erop hebt, dan murder dan echt heel hard. De eerste hex is al gebeurd. Rechts. Ik kan mijn lopen. Oké, tweede hex. En nu alweer de links als laatste weer. Moet ik even gooien callen of? Ja, als je kan even kijken. Ik denk dat het de enkele punt was. Even kijken, ik zie krap met ik speel een rondje. Ik gok de drie puntjes. Dat was het. Ik heb het. De drie puntjes zeker of niet? Nee, het was de enkele punt. Deze met die punt onderop. Ja, zo. Met drie punten had ik al en die ene met een half rondje had ik ook al, maar die met de punt. Ik wist niet meer zeker met de punt. Even spannend. Ja, dat vind ik wel. Nee! Het is oké, gewoon geen af. Ja, laat. Ah, jongen, wat een kut game. Oh, ik ben terug. Ik ben back. Ja. Ik ben er een rest, jongen. Deze kan ik pakken, dit is niet de laatste, dit is wel. Jawel, het is de laatste. Ah, nou. Lol. Nou, ga jij maar naast Ghost bij DPS dan, dan kill jij maar de Knight, maar dan haal ik de schild op. Ja, tegen die tijd heb jij, ben jij hier toch, dus. Ja, precies. Oké, okay, ik ga volgende keer wel weer een solar build spelen, hoor. Wat? Jesus Christ. Je kan naar DPS. Ja. Wat moet ik nog banken, by the way? Linker weer. Ik heb in ieder geval weer genoeg rocket ammo, dus... Mooi. Gooi ik hem in. Hij is dood. Oké, even die plaatje op. Oh ja, ik moet ook echt een dubbel hebben. Ja, ik ben verpest. Ja, erin en eruit, maar ik ben niet weg. Zijn de top dan? Niet? Oh, niet vijf. Oh, jawel. Oh, gaat deze rocket doen? Yep. Ja, die rocket heeft gedaan. Heel dik. We got him. Yeah. We moeten wel finishen, by the way, anders begin ik opnieuw. Ik heb het. Good to know, by the way. Anders is het rip. Maar ik zou het je nu alvast zeggen, Koos, jij vond dit druk. Het wordt nog drukker. Oh my god. Oké, dit is de enige waar we een beetje confusing zijn, want we moeten dadelijk in het water. En ergens, een zijkant is open, alleen we weten niet meer waar dat is. Het is... Ja, dit is voor de derde keer. Ja, precies. Ja, zeg maar, we gaan hier naar beneden. Ja. En één van die zijkanten is open. Maar we hebben het twee keer met geluk gevonden. Dus okay. De kans is dat we dood gaan beneden. Oké, okay, let's try it. Je bent achter mij, hè? Ja. Oh, wacht, als we alle drie naar deze bubbel gaan. Ja, dan... Nice.
even kijken. Deze was dichte kant, dan was het deze kant volgens mij toch? Volgens mij wel. Ik wacht bij deze bubbel. Ja, ben je er ook? Ja. Ja. Dit is echt elke keer weer. Ja, hier zo, hiervoor. Hier. Dus deze bubbel nog? En dan... Nice. Ja. Ja, we zijn boswandeling. Door ingepusht. Oh. Wow, is dat een walvis? Ja. Ja. Jongens, komen jullie naar deze bubbel? Het lijkt op een walvis. Ja, we komen er. Je hebt die eerste geskipt. Daar. Ja. We zijn er. Ja, ik weet niet wat het is, maar het is iets. En het is groot. Het lijkt op een walvis. Titan Walvis. Ja. 60% kans op regen bij de start. Lijp. Maar dat is de race 3 uur, toch? Ik ga barbecuen vanmiddag. Ja, barbecue, ijs kijken en Formule 1. Ja, dat wordt echt... ja, Roosie, heb je top. Waar? Ja. Thanks. Disguise liars. Inderdaad, de rest derde man erbij, dan heb je gewoon inderdaad gewoon drie fases. Gewoon. Ja, dan kan je makkelijk drie fases alles. Dan zijn wij 4/5 als het één fase kunt gaan. Nee. Ja. Als je een derde hebt, dan is het gegarandeerd. Drie. Dat is plus. Koos geeft ons ook nog zijn Titan dubbel. We hebben ook nog zijn diepe dubbel. Wat had ik eigenlijk aanstaan? Weapons of Light of... Niet opgelet, maar ik denk wel... Ik ook niet. Oh shit. Ik heb geen... Jezelf. Chic is uit de lucht. Oh, waar dan spring ik net? Die is er ook. Ik zit even te denken, zal ik dan verder gaan of... Nou, Koos is bubbel, dus niet nodig. Hij kan gewoon zijn bubbel bovenin zetten aan de zijkant en dan zijn we veilig aan de zijkant. Ook. En we hebben zijn diepe. Nou, waar? Achter de vest. Nee, dadelijk bij zijn. Plus, dus ze deden het ook met de twee stappen. ik wou hem gooien op de schrik. Nice. Als mensen hebben de chique geraakt. Ja? Ja, dan. Ik spring nu al eens zo zwaar. Ja, die had ik niet. Dat is ook zo obvious waar je naartoe moet en dan toch te kunnen vinden. Dat is echt weird. Oké, Nighty down. Links in ieder geval. Smack that all on the floor. Smack that. Give me some more. Smack that. Jezus, wat die gedaan. Nice. Hey, hij is zo neer. Ja, voor één yellow bar is hij echt zo neer gewoon. Koos, niet naar verder, niet doorlopen. Hierboven heb je secret chest. Ja, ik ben heel benieuwd of ik daar weer de submachine gun uit krijg. Want... De kans is groot. Ja, want ik heb alleen nog maar de submachine gehad. Ja, hey, dus de kans submachine, is groot dat ze weer top. Een submachine. Ja. Dat is wel echt heel scary, dat is gewoon alleen maar submachine. Doe me denken aan die keer dat we alleen maar die ene grenade launcher kregen, weet je toch? Legendary. Dat is wel echt scheid dat je gewoon alleen maar één ding hebt gehad. Ik weet niet hoe die heet, maar iedereen kreeg die. Mag ik die ghost crushen? Je kan hem crushen. The resurrection of orcs. Daarom, wij kunnen onzichtbaar, dus kunnen wij die review ook samen weer doen. Wij kunnen niet onzichtbaar, we zijn Ark. Yeah. Oh, ik ben Ark. Oh ja, ik kan onzichtbaar. Ja. Oh ja, zeg maar, Koos, als jij die 5 vlinders tankt, zou heel nice zijn. Ja. Die 5 vlinders die nu op je afkomen. Ja, maar deze.
Oh, ze gaan... Boy, joh, ze moeten ook gewoon bij hebben! Heel lekker voor je. Echt, net als gisteren, jongen, what the fuck? Ik vind het... Oh shit! Net... Ja, het wordt, dat wordt soms, het kan heel druk worden. Ja, het is niet zo druk 12 seconden? Dat doen, maar... Ja, 9 seconden. Ja, dat... ja, dus dat is gewoon 12 perfect. Seconden in deze dungeon. Dat is wel lachen. Ja, beter. Maar dat was dus die Shiny Knight die ik moet levend houden. Ja, ja, die, die moeten wij... Oké, het is dus linkerbeen, rechterbeen en chest. Ja. Dus Koos, wat je kan doen is, je moet naar één van die spots en dan mag je wel die knight killen. Linkerbeen, rechterbeen? Ja, en chest. Het is ik altijd chest. Ik denk dat ik hem eentje heb, Res. Oh, ik zie er hier geen een. Oh, daar. Hij heeft weer niet geregistreerd. Nee, hij heeft niet geregistreerd. Koos! Hij heeft alles getankt. Hij heeft alles getankt. Op zo'n range zag ik hem al gebeuren. Even kijken, ik zag die knight net. Ja, hier, hier. Buik is nu alsnog weer gedaan. Hij denk, nee, hij is niet gedaan. Jawel, ik heb hem gekilled. Nee, ja, ik zie geen logo. Hij is niet gedaan. Bruh. Gaat het weer zo'n iets worden? Laat toch gewoon been eerst doen. Dat werkt meestal beter. Ik probeer gewoon een leg te Kijk, ik heb been gedaan. Ja, het is oké. In ieder geval, been is goede uitdaging al. Extra challenge. Ja, ik zeg alles hier 18. Ik ga tank even die knight, tank even die flinders van mij. Dan heb ik buik gedaan. Hop. Ja, ik heb buik gedaan. Yep, ik heb nice. Koos komt nog blinder achter je aan. Het is nu alleen nog linkerbeen en dan hebben ze. En dan ga ik vanuit rechterbeen weer als. Nee. Linkerbeen. Ja, rechterbeen, sorry. Ja, rechterbeen. Yeah, rechterbeen als laatste, dan kan ik makkelijk naar boven. Linkerbeen, rechterbeen. Linkerbeen. Altijd oh, staan. Die guy is hier. Waar is hij? Bij mij. Is die bij B? Yeah. Ah, ja. Ja. En welke call-out moet ik als laatste doen? Dan mag er vier. Kijk. De laatste is ijsje. Pizza slash ijsje. Snap je. Ik ben blij dat mijn ik pizza gelijk, wordt omarmd. Ja. Koos, je blijft vast wel in leven, toch? Ik hoop het. Okay, dat ik ga ook een portaal in. Dus, ja, ik blijf vast. Oh, anders pop ik mijn bubbel. You lucky faster. Ja, pop maar als het echt nodig is. Is het weer die kant? Heel chill. Heel chill. Ik hoop dat het gewoon voor altijd zo blijft. Dat is echt heel lekker. Wat moet ik doen? Zal ik nog even wachten of zal ik erin gaan weer? Oh god, oh god. Ga maar oh in, god. Ga maar in, ga maar in. Oh shit. Als Koos dood gaat, heeft hij zijn bubbel nog. Nee, als ik dood ga, moet mijn bubbel niet meer. Voordat hij dood gaat, heeft hij zijn Rest, ja, vergeet niet je logo te kijken. Dus, 50-50? ik heb een barcode krap. Oh ja, barcode krap, oké. Ik was het helemaal vergeten. Oh shit, zijn we daar weer op terug beland. Ik zat gewoon alles te klappen en ja. Ik ga gelijk de laatste ook halen. Ja, waar is de review dan? Ja, ergens op de top. Je hebt best wel veel tijd. Ik heb mezelf ook gereveeld en dingen kunnen doen. En ik heb oh ja, hij is net afgelopen. Dat is het min. Hallo? Waarom? Dit is minder. Wat is gebeurd? Ja, ik moet net een ad hebben. Combination. Ja. Oh shit, hij is super.
Ik ga gelijk... oh nee, ik kan nog niet naar boven. Je kan naar boven. Ik reveal wel zelf. Ja? Ja, ja. Ik heb best wel veel tijd. Het leek wel zo minder tijd op mijn foto's. Maar ik had nog maar 10 seconden net om het ding te dunken, omdat ik dus niks kon. Ja, maar de illusion, als het goed is, dat daar is geen deep side. Nee, daarom. Nee. Deep side is in het midden. Yes, hallo, even op ons focussen. Oh, mag ik even... Ik sla alsjeblieft iemand uit. Ze is gefocust op ons. Oké, schild is af. Neem maar op de fles. Ah nee! Dat is goed. Ze hebben staf ge... Zat je hier bubbel? Nee, nog niet. Ik zal hem zetten. Ja, hij staat hier. Nice. Geen bubbel. Die is wel verblijf inderdaad. Nice. Waar is ze? Ga je granaat op ons heen? Yes. Oh nee, schiet niet tegen de fucking rand aan! Ik weet heel goed in de derde persoon, maar ik deed het zelf. Wat? Ja, ik schoot tegen de fucking rand aan. Ik viel net van het randje af. Hey, dat was een DPS feest en nu nog drie keer. Goeie DPS of Ja, niet slecht. Ja, ik heb mijn staf gemist. Ja, we hadden iets meer kunnen doen, maar ja, het maakt niet uit. Het zal waarschijnlijk nog steeds een 3 feest zijn. Ja, ik moet sowieso ook heavy weapons hebben nu. Die mis ik. Ja, maar in principe als je kill moet krijgen eigenlijk. Ja, dat zei je vorige keer ook, maar dat was helemaal niet zo. Ja, wat ik vergeten is dubbel special, hè. Ja, daarom. Dat hebben we dus niet. Ik zie dit. Nog één rocket packet. Het is buik, de linkervoet en linkerhand. Ah. Dus wat wil je dan hebben? Linkerhand? Linkerhand. Nee? Ik weet niet of die activated is, want... Jawel, jawel. Ik zie de logo. Ik zie de logo. Ik zie hem wel. Oh ja, ik zie hem nu. Daar hem. Leuk. Dus nu is het buik. Als hij nou hierheen komt. Nee, hij is gespawned, dus je kan hem snipen. Met... dingen van ja. Ja. Dat was een gallon, man. Ik heb hem. Als het goed is, heb ik hem niet? Nee. Nou, ja, die buik is echt een dingetje. Ja, die body is fijn. Zou je er echt in staan? Ja, niet hebben. Ja, dat is bizar. Je staat gewoon midden. Je kan niet veel meer midden staan als in staan. Blinders! Ja, die is verkozen. Oh. Ja, ik probeer het leven te blijven houden. Ik ben aan het springen. Ja, maar ik heb er niet voor 6 rockets. Doe, dan popt ze... Ah, nee. Ik heb er niet voor 6 rockets. Knights is spawn. Ja, ritual kan ik hem. Moet hij bij deze hand dan? Ja, bij die hand. Perfect. Zo is het, ja. Ja. Deze moeten we niet doen. Dat is barcode. Barcode. Ja, ik ga wel hierin. Of kijken of ja, ik ga links of, erin. Kijk wat dat is. Ja, ik heb X met een rondje. Nou, die kan je niet. Die geluk heb je nu niet dat het naar elkaar is. Barcode is links. Oef, dat is een dus jij moet wel revealen dadelijk van mij, dat is wel chiller dan. Ja, is goed. Koos blijft boven, dus hij kan zijn eerste Gellhorn schieten sowieso. Ja, precies. Ik hoopte echt dat het meer de barcode zou zijn. Dan valt het echt mee. Maar nu moet ik cross de map gaan. Ja, ik
Hondenkoppen blijft op mijn... Ja, ik ben dood. Hondenkoppen? Ja, dat is... Ja, dat is... Pak je zo op, Koos. Ja, ja, ja. Ik ben er alweer. 2-1. 12 seconden is echt heel chill. Ja. Jij hebt buik trouwens, Res. Ik weet niet of je terug bent. Nee, ik ben nog niet terug. Ik was, ben nu pas bij Playboys. Ja, ik heb hamburgers. Koos, je kan ook gewoon hierboven staan, hè? Ja, maar... Hierboven sta je wat veiliger. Nee. We live for the okay. Precies. Nee, het... Had je de deal nog aanstaan, of... Kan je wel voor je aanzetten. Ja, hoeft niet. Ik loop er nu eigenlijk naar. Nee, loop er heen, ja. Nee, dus rechts was het, hè? Nee, links was het. Links, ja. Nee, ik sta eigenlijk altijd hierboven. Dat ene paar S hierboven komen, kan je controleren namelijk. Koos. Ja, maar het ding was, ik moest altijd rondrennen voor die rockets. Ja, zo. Kijk, waar is de review? En ik ben ook aan het streamen, hè. Ik bedoel, dat ziet er wat leuker uit op stream als ik ook een beetje rondloop, zeg maar. Geeft voldoening. Hij loopt rond. Ik bedoel, ik heb ooit 300 uur onder een trap gestaan om Callus te killen. 300 uur. Ja, dat was wel lang. Dat was wel echt heel lang. Ja, maar doet die Rufus zo langzaam level of zo? Hij is pas level 2, terwijl ik echt al zo. Nee, levelen gaat in het algemeen gewoon heel lang. Zeg maar, tijdens Guardian Games ging het sneller. Toen kreeg je altijd een buff. Maar nu, kan je revealen? Ja, ik ga erheen. Meester, poging tot. Nee, ik ben achter die aanleefd. Wacht, ik doe het wel. Gaan we nu richting damage phase? Te laat, loop door. Ja, richting damage phase. Oké, moet ik een bubbel poppen nu? Ja, dat kan bubbel poppen. Schild ze eraf. Oké, de eerste kill van die vliegtuig. Haha, je hebt een keuze gedaan. Ja. Precies op het randje. Oh, wauw. Ik heb hem misgegooid. Daar gaat het niet. Ik heb hem. Ik gooi even een granaat. Je merkt wel als er de tweede bij zit dat het inderdaad... Ja, maar daar gooi je... Gisteren hebben we geen één keer misgegooid en dan gooi je allebei in. Ja. Oh, dubbel is weg. Maar ja, we zitten nog steeds op 1/3 damage. Dus, we zitten nog steeds op de 3 phase. Schaalt de damage of wat? Nee, goed. Daarom is het zo kut op het solo, want in solo moet je gewoon weer 12 minuten solo. Dus dan ben je gewoon echt 6 faces op zijn minst. Ja, ik wil het zeggen. Dat is krankzinnig, man. Ja. En wij maar deden 4, die spire, de vorige, Spire of the Tower, had dat ook al. Maar zeg maar, de opzet van damage phase in deze duurt zoveel langer. Zo. Alle knights zijn down, het is buik, rechterbeen, rechterarm. Ik ben down. Ja, ik kom je aan. Jezus, wat een kant hier. Maar ik heb wel echt rockets nodig. Heb je ammo mine over hier of zo? Nee. Ja, niet op deze beeld, op een andere. Klaart ook wel. Nee, maar omdat dit een wavesplitter beeld was, weet je wel. Dus ik heb echt oneindig fucking groene. Alleen wavesplitter, ja. Oneindig yellow. Ze kwamen jouw kant op. Nou, ik weet niet of iets heeft jou. Nee, ik ben door haar geraakt, niet door de vlinders. Ik heb die vlinders achter jou kapot geschoten. Oei, ik ben dood. Oh god. Net te heftig, hè? Ja, dus even net even, dat want ze hitten ook. Oh nee, ik had niet wel. We hebben nog geen geactiveerd, hè? Nee. Maar ik heb nog geen rotje. Oh, kijk hem daar beneden springen. Nee, ik heb genoeg bricks.
Nee, niet killen, niet killen! Waarom niet? Ja, maar, oh, ik dacht je stond in het midden. Ik dacht van dadelijk een druk midden in. Nee, ik sta hier achter. Geactiveerd. Nee, Koos stond er niet in. Ik zag een naam in het midden, dus ik had zoiets van shit. Oh. Ja, ik liep er langs. Papi's, drop is wat heavy, man. Niet dan heavy. Nou, pizza slash ice cream cone. Oh, oh, vlinders. Ik ben heel misschien dood. Waardeer het ook dat pizza als eerst wordt genoemd. Nee, ik weet niet waarom. Ik wel. Ik maak je all inclusive, toch? All inclusive. Daar doe ik het. Ja, is ook geactiveerd. Oh shit, ze teleport ineens voor. Barcode is chest. Gaat een uitdaging worden straks. Dus dat wordt denk ik pizza als laatste. Of pizza, ja. Yeah. Pizza ijs als laat. Nee toch, we hebben de linker rechterarm gehoord. Ja, maar is dat niet een kutplek? Nee, dat is perfect. Ik kan letterlijk hierop en dan gelijk naar boven spelen. Ja, zo, nou is dat goed. Ja, in principe maakt niet uit, beide zijn prima. Het zou beide kunnen. Nou, kijk maar welke je niet tegenkomt. Zolang het ijs of x'je met rondje is, dan is het oké. Okay. Nou, ik ga er even mee. Nou, jij gaat nu die kant op, dan ga ik niet. Ja, misschien is het weer een van die twee inderdaad hier. Ja. Oh, hier, x met een rondje. Ja, laat die dan staan, dan is het relaxed. Dat is volgens mij, de X met de rondjes, volgens mij hand. Ja, yep, hand. Mooi, dan ga ik naar midden. En laat ook niet je wapens in. Nee, onder water is het vrij nutteloos. Ja, ik had de, ik was hey, dat zeg maar bij haar staat die logo echt naast mij. Nee, dan ben je al aan het wachten. Jij called het, ik kijk net naar boven. Oké, dat moest ik ook weer doen. Ik reveal hem wel nu al met mijn brain. Nou, hij heeft net zijn blade er al zich vroeger. Ja, dan is die loop ik wow, net even wow, de eerste heavy ammo die wordt gedropt. 3,5. Heb je nu pas heavy ammo? Ja. Het gaat heel kut worden met die laatste damage phase dan. Ja. Nou, als ik mijn arkstaf raak en Herb ook, dan zijn we goed. Het ding is, wij moeten onze arkstaf. We hebben beide keer onze arkstaf één keer gemist. Dus ja, dat is al zoveel damage. Okay. Niet meer missen dan. Ja, dat is terug voor jullie. Ben je makkelijker gezegd? Ik heb letterlijk twee rokken. Oh yeah. Ja, ga jij maar naar. Ja, ik ga hem aan. Ik ga even snel kijken of een nieuwe review komt. Hallo, waar is de nieuwe review? Nee, je moet wachten tot de deepside afgelopen is. Oh ja, ik zie hem. Denk van twee keer. Een review, man. Oké. Doosje kan naar boven. Ja, we gaan even. Ik ben heel erg groot. Ja, ik heb twee rockets, that's it. Laat ze. Ik ga nu naar boven. Schild ze eraf. Ik heb hier bubbel neer. Ik heb er ook. Ah, oh, we hebben beide raak. Let's go. Geen die bubbel te pakken. Oh ja. Okay.
Met trekking op. Oh, handknap. Waar is ze? Oké, Koos Haarfish. Ren, anders moet overnieuw. Wat? Ja, oh, ik zie hem al kutten. Doe je het of niet? Ja, lekker dan. Ja, ja. Lekker dan, jeetje. Ja, ik zou gewoon boys. Blijven wachten, als we het hadden gemist hadden we het gewoon opnieuw gedaan, hè? Hey, ja. Wel een chestpiece en een helmet. Dus, dat ben ik wel blij mee. Die helm is vet, man. Ja, ja. Ik heb weer benen gehad. En een chestpiece. Ja, het ziet er wel lijp uit, hoor. Ja, de gear, het is Taken King gear, hè. Dat is echt wel vet. Maar niet gereskind, maar nieuwe skin. Ja, maar kijk ook die kleur, man. Wauw. Ja. Dat is heel het ook heel insane, schijnbaar. Ik heb het dude, nog niet echt dit gaat mijn favoriete fucking shit worden de komende tijd. Ja, ik weet het nu al. Deze gear is vet. Nog even een paar keer doen om de gear compleet te krijgen. Ja, man. Ik heb nu de benen, helm en armen. Stop.